Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog en vandaag is het 24 augustus toch? Ja. En we hebben een vette onweersbui, regenbui. Het regent nu vet hard, yo mensen van Jamie's kanaal. En bij een vriend van of vriendin van mijn moeder. Haagt het zelfs. Dus Hey, dat lijkt wel echt op zo'n slurfje van de tornado. Nee, dat zou ik niet zeggen. Oh. Het regent, zal ik mijn handen naar buiten doen? Kom, ga mijn handen naar buiten doen. Nee, het regent vet hard. Het is echt niet normaal voor even. Het onweer, het hagelt zelfs bij heel wat verder. Hagelt zelfs. Ik voel geen regen. Ook al regent het hier alleen en daar al hagel. Die hoge snap ik totaal niet. Hé, daar heb ik de tennisbal. Hey, die gaan we een keer pakken. Ah, tennisbal. Wat dan? Maar ja, mensen, tering, wat is het? Doe maar even dicht uit, hè. Maar ik voel me wel, dat moest ik even filmen. Maar mensen, weet je, net toen ik ging mijn moeder af kranten lopen. Ik ga even naar mijn eigen kamer, want daar is het meestal beter. De shots eigenlijk wel een beetje zo, zeg maar. Net toen ik en mijn moeder eigenlijk de hele tijd aan het kranten lopen was. Toen ging ik even helpen, omdat ik al hele zwarte. Je zag zwarte. Hé, de hagel is hier ook. Nee, dat is geen hagel, dat is gewoon regen van keiharde plants. Een hagel hier ook vandaag. Nee, dat is gewoon keiharde regen die keiharde. Maar ik zag iedere keer, kijk, je ziet daar echt helemaal van die kleine balletjes. Ja, kijk, je voelt, je hoort het ook, want je hoort echt heen. Ja, sowieso. Maar ja, mijn moeder was aan de kant lopen en ik was beneden in mijn blote bas nog. Met dan mijn broek wel aan. En mijn broek altijd aan, maar dan helemaal niet. Zag ik daar al, in die verte zag ik al echt hele, hele zwarte, maar ook echt pikzwarte, ja, wolken aankomen en daar verderop ook al. En toen dacht ik, ja, ik ga mijn moeder even helpen voor, dan zal het er wel losbarsten, dus alleen eventjes. Want ze moest nog dat rijtje doen, dat hier ook, die, tot en met daar verderop. Moest nog even doen, dus ik denk, ja, ik help er gewoon eventjes. Want we zagen het echt helemaal zwart worden, dus ik denk, ik help er eventjes. En, wow! Shit, jammer dat ik dat niet op vlog. Oh. Wat daar al? Precies daar al in dat straatje? Poesie! Je moet je bek houden, je moet gaan een fokke poesie in je hol. Het zou echt cool zijn als ze dan ineens zeggen poesie en dan ineens precies tussen die of daar al of in haar. Nou dan, als je echt op de grond komt, dan moet je echt je oren gelijk dicht doen, want dan krijg je een vet harde klap. En dan schrik je de tyfus. Nee, dat doe ik mijn oren dicht, maar jullie gaan het horen. Jullie gaan het horen hoor, kijkers. En kijkers van dit land heb je niet leuk. Ja, kijk daar ook net. Hier ook. Zo tussen. Ik ga gewoon flits, dus ik zeg gelijk, kut, waarom heb je al niet gefilmd? Nou, je hebt toch wel één keer een filmpje ook gehad toen het avond was. Ja, toen het avond was heb ik het ook één keer gehad. Maar kijk, als je goed kijkt, zie je daar al. Verderop zie je alweer blauwe lucht. Ja, dat had ik daar al ook net Hallo mensen. En daarom in de verte zie je ook een heel klein beetje. Ja, dus het is zometeen en dan ga ik weer voorbij. Maar ja, we hebben nooit hè. Tegenwoordig kan alles. Zo. Shit, godverdomme! Nou mensen. Fuck, ik heb dit niet op film. Godverdomme, ik laat het niet zo. Oos. Is dit belangrijk? Is dit de taak voor hun leven? Weet je hoe dichtbij dit helemaal is? Ja, die was ongeveer, laten we zeggen, vlakbij je mast. Nee. Verder. Nee, dichterbij. Dichterbij, in ieder geval vlak in die buurt van die mast. Ja. Mensen, ik probeer nog even een schicht in. Ja, een beeld te krijgen. Ik ook daarmee. Dat jullie alvast een beetje kunnen zien wat voor flitsen we hebben allemaal hebben nu. In ieder geval, ze hebben het wel gehoord. Ja, dat wel, maar ze hebben het niet gezien. Maar één ding, eigenlijk hoort het erger te zijn, want wij zitten meestal aan zee en aan zee is het meestal erger. Of is de, klopt die term niet, of wel? In ieder geval, weet je misschien wat het is? Of in ieder geval voor mijn kijkers en misschien voor Dennis kijkers, zet het niet onderin in de reactie. Dat is zo. Dan we even een beter groter beeld hebben. Mag ik even één keer?
Weet je dan misschien welke term het is van, als je dichter bij zee zit, dan moet het harder omweren. Of als je meer bij Amsterdam woont of zo, zet het hieronder in de reactie waar het meest omweert. Of bij zee of midden in het land. Nee, land. Wat? Ik dacht bij zee altijd. Hoe zou het nu zijn als je nu op een boot zit of zo'n vissersboot en die boot is schommelt helemaal zo? Nou, wow, jullie zagen die volgens mij wel. En hoorden. Ja. Ja, mensen, dat was dus een van de schichten die nu ergens hier boven hangt. Hallo schrift, hoe is het met jou? Hé, wil je niet zo herrie maken, dus slapen nog kleinere kindjes. Dankjewel. Ja, wat ga ik nu doen? Net dacht ik, omdat we daar al... Kijk, hier, daar is het blauw. Ja. Maar net omdat ik van die hele lichte wolk zag tollen, dacht ik, shit, er is een tornado, dit is zo. Ik dacht echt, what the fuck? Ik begon helemaal te trippen en zo. Zal ik Kismet even gaan filmen hoe die erop reageert? Nou, dat weten ze denk ik al. Net zoals die ene keer op mijn kanaal, toen hij onder de douche stond, zo nu ongeveer ook. Maar dan nog erger. Kom! Flits, ik zou niet zo waar nu. Maar dan komt hij al. Oh, daar is hij. Hé, Kismet! Wow, hij is een fiebelratten. Ja, dat was het meteen. Oké, stil. Oren dicht. Serieus, moest ik daar dan mijn oor voor dicht doen? Ja, ik ga denk even naar beneden. Dit is een beetje saai geworden. Nee hoor, dit is kijk, daar is gewoon blauwe lucht. Daar is blauwe lucht en daar staan al die schichten gewoon. Blauwe lucht. Hierover. Nee, hiervoor. Eigenlijk niet meer een beetje zo. Kijk, houd je bek. Nee. Oh, vibrator. Oh. Oké, okay, hoor. Oh, kijk, er rijdt daar een auto. Nou mensen, we gaan even kleine. Ik ga nog even schicht proberen vast te leggen en daarna ga ik afsluiten. En knallen natuurlijk. Wow, die was heel dichtbij. Ik ben op een goede moment aan. Ik volg voor mijn kanaal, jouw mensen op mij. 24 augustus in Den Helder, onweer. Deel 3. Nou, nu zie ik niks meer. Ik moet nog even naar jou komen, hè? Sorry, Kees. Sorry dat ik je aanraakte. Of sorry dat ik je. Kost, Kees. Kom mee. Wow, het is hier een stuk donker. Nice. Nou, een hele stuk donker. Nou, kan ik deze niet even wegdoen of zo? Nee. Dat was goed, dat was zo. Ik denk net dat ik onder zo'n fotodoek sta. Ja, het is zo meteen weer afgelopen, omdat, weet het, ja. The sun is magic. En de blauwe lucht komen er ook weer aan. Dus. Ja, maar hier niet? Nee, hier niet. Hier blijft nog wel even doorgaan. Maar de blauwe lucht komt er ook alweer aan. Ja, ik streel misschien een beetje omdat ik nu echt met mijn hand echt op een kutpositie zit. En ik heb het altijd aangekomen. Want ik zie met mijn arm zit ik hier ook. Want anders kan ik hier niet zo hoog filmen. Als ik met zo zit. Maar dat is ook best wel kut. Nou, je ziet nu echt niet iets meer, dus ik ga even naar beneden. En ik ga deze vlog af, ik ga nog even eentje naar voren kijken hoe het daar wat is. Ik ga nog even kijken of hier nog wat is. Nou, kijk, als je goed kijkt. Daar is het gewoon zwart, daar is het blauw. Hier naar boven is gewoon blauw. Hey, we zijn gewoon de hemel. Oh, dat is jammer, het is alweer wit. Kut. Ja. Nou, mij maakt het niet echt heel veel uit, want ik heb liever eigenlijk lekker weer dan kut weer. Ik niet, ik hou wel van een beetje onweer. Ja, onweer is leuk om te zien. En het is grappig, maar okay, toch lekker de weer. Is bij komt. Opel kaska. Nee, opel kaska. Ja, er komt nog een foto of zo, of weet ik veel, hey, weet je. Kijk, dit, kijk, eigenlijk moet je zo doen. Tum-t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 um
Kijk hoe kist maar zit.
slingeren. Hij wil er altijd tussen benen zitten en staan als het om is. Dat is echt geniaal. En dan zit hij een flits. En bijvoorbeeld mijn moeder zit gewoon heel rustig zo. Dan, ja, dan gaat hij tussen de benen zitten en dan het liefst helemaal laag, zodat hij niks ziet en zo. Dat is echt geniaal grappig van deze. Maar ik zie geen flitsen meer. Dus ik ga denk zo meteen de laptop vragen. Want ik ben niet... Oh, kut, ik heb die niet opgenomen. Maar jullie gaan nu wel gewoon horen. Wacht maar. Dat jullie even zo neer zodat jullie tegen het drama zitten. Kun je zien? Nee, gevoeld. Gevoeld? Ja, je voelt wel het drama even trillen, ja. Nee. Ja. Daarom zat ik hem op zo neer gezet. Dat moet eigenlijk doen bij die harde. Kijk, daar is het nu echt gewoon kut weer. Die mensen die daar zitten, succes. Wij hebben het al gehad. Ik shout out naar jullie. Kijk, daar hebben ze nog één hele dikke wolk even nog. Hier dan, kijk. Dit. Maar daarachter zitten allemaal wit en blauw en... Opa en oma en jullie hebben lekker geluk. Want die waren ja. Echt daar gewoon een buurt vlakbij het station. En daar het station, daar verderop achter. Kijk, ik ga jullie even laten zien. Daar. Hier zo zie je misschien een heel klein... Ja, puntje uitsteken. Daar, dat is de mast, dat is, ja, zendmast. En daarachter, nog iets van een minuutje lopen ofzo. Heb je het station en mijn opa en oma die wonen dan die kant op. Ja, daar hoor. Nee, ring jij. Kijk, hier wordt het nog wel lekker omgekeerd. Ja, kijk. Hé, een vliegtuig. Echt? Ja. Waar? Nu. Waarom? Ik zie hem nu. Oké, het is al bijna weer over. Ik weet niet of jullie het zien, maar er zit in ieder geval wel een vliegtuig en die probeert volgens mij echt dat hele onrust gebeuren. Helemaal. Ja, meestal zijn het wel van die vliegtuigen. Waarom staat er, ja dan in het Engels van net al, onweertesters en zo, die gaan allemaal kijken. Dat heb je in Den Helder en dat heb je in die, overal, dat meestal. Ja. Maar in Den Helder en Julian Dorp en Brezant en zo doet alleen maar Den Helder het. Die heeft de airport. Niet doen. Dan mop. Ik zweer het, hoor. Dat is regen, dat heb ik nog niet. Ik ga naar beneden. Ja, zie je vliegtuig. En het vlucht op zijn. Maar mensen, dit was het einde van de vlog, want het is nu eigenlijk een beetje aan het opklaren. Dus ik zie je volgende keer bij een nieuwe vlog. Dankjewel. Vond je dit leuk, doe dan een blauw duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan eventjes. En dan zie je volgende keer bij een nieuwe vlog of een nieuwe onweersvlog. Ik zie je volgende keer. Nice auto vriend. Maar dan zie je volgende keer mijn nieuwe vlog. Peace. Out. Later. Mooi weer. Ik ga nog even naar Jamie en dan zeg ik echt voor de laatste keer peace auto dan gaan. Dan krijg je dingen dicht gedaan of niet? Nee. Dan ga ik nog even bij jou kijken. En daarna zeg ik peace out en dan tot de volgende keer. Nou, niet echt iets heel bijzonders nu ook. Echt iets heel bijzonders. Daardoor verderop, als ik heel goed kan kijken, zie je de airport. Dus ik zie hem een keer bij een nieuwe vlog. Ja, kies maar, wat moet jij nog zeggen? Moet je nog wat zeggen? Hij vindt het heel erg eng. Wat zegt hij? Nou, ik zie je van een keer. Peace out. Later. Onweer Den Helder, 24 augustus. Peace out. Bye. Bye.